Yo, gamefans van Nederland. Welkom hier op Cortex Gaming. Bij een hele speciale aflevering. Ja, normaal hebben jullie natuurlijk, zijn jullie natuurlijk Michael gewend op woensdag. Voor een Wheelie Happy Wednesday. Zeg ik dat goed? Ja, denk het wel. Wheelie Happy Wednesday. Dat kan vandaag helaas niet doorgaan. Laten we zeggen, wegens technische redenen. En daarvoor heb ik besloten om een spelletje te gaan spelen wat ik de laatste tijd een paar keer gespeeld heb. Want dat me heel leuk leek om te doen ook. Nog niet zo heel erg veel. Ik ben er niet zo heel erg goed in. Surgeon Simulator. Ja, we gaan vandaag ons, laten we zeggen, ons diploma medicijnen. We gaan het gewoon halen. We gaan het gewoon eventjes kijken. Even kijken, resume. We hebben een patiënt. Ik ga eventjes kijken, want volgens mij zit de muziek een beetje hard. Main menu. Options. Zo. Beetje muziek mag wel. Huh? Hallo? Oh, it's okay. Dit gaat goed. Dit spel is echt zo'n hele leuke controle. Even kijken. Operations. Patient name. Bob. Hallo, Bob. Even kijken. Harttransplantatie. Weet je wat? Doen we gewoon. Begin operation. Yay. Oh, dit spel is echt moeilijk. Hoe werken die besturingen ook? Even kijken. Oeh, zo. Zo, ja, dat werkt. Even kijken, zo, doekje eraf. Hey, los, Bob, werk nou. Mijn hand zit gewoon echt al vast in zijn. Nee, dit gaat heel goed komen. Dit gaat echt heel erg goed komen. Bob, laat mijn vingers los. Stop, hij wil gewoon niet geholpen worden. Zo, weet je, oh, echt, ik ben al een jaar bezig voor het doekje eraf te krijgen. Zo. Bob, oh, wat staat het dan mooi. Even kijken, harttransplantatie. Zijn hart moet, de uiters daarvoor hebben nodig. We pakken gewoon de zaag erbij. Fuck it. Kom eens, Bob. Zo, weer mijn kast open. Beste Bob. Laat die ribbenkast eens even los. Kom op. Oh, dit gaat makkelijk, man. Holy shit, hij verliest een beetje veel bloed. Sorry, Bob. Dit is moeilijk. Ik zaag er bijna zijn slofdarm door. Waarom ook niet? Even kijken. Dit spel is echt volledig accuraat volgens mij aan de medische techniek. En laat eens even los. Zo, volgende eruit. Ik weet dat ik slongen eruit moet werken. Zagen met die handel. Zo. Holy shit, hij verliest een beetje heel veel bloed. Oké. Die zijn eruit. Zo, dan moet ik zijn long hebben. Laat eens los, Bob. Zo. Don't try this at home, people. Just don't. Over het algemeen zijn we volgens mij niet allemaal een soort van chirurg of zo. Laat eens die longen los, man. Ik moet hem toch pakken of niet? Ja. Laat los. Bob, kan jij zo vriendelijk zijn? Hier, hou dit eens even vast voor mij. Zo, alsjeblieft. Ja, vasthouden. Nee. Niet weer terug in je lichaam stoppen. Ik zeg vasthouden, man. Werk eens even. Kan die zaag uit? Uit. Ga uit. Ik word gek van dat geluid. Weet je, laat maar. Oké, okay, sorry, jullie zijn opgezadeld met elkaar. Wat nu? Ik denk niet dat we een hamer nodig hebben. Ik zei niet. Alles staat hier altijd in de weg. Nou, mochten we hem nodig hebben, hij ligt nu op de vloer. Scalpel. Is er niet een zuster of zo die dit aan hoeft te geven of weet ik veel wat? Kom op, pak dat ding nou eens op, man. Jee, we hebben een scalpel. Ik moet zijn hart eruit snijden. Zo. Yeah. Hallo, hart. Ga eens eruit. Ik ben hem gewoon random aan het poken met een scalpel. Dit werkt echt heel goed, jongens. Dit werkt echt... Ik weet zeker. Wij zijn gewoon de beste dokter. I can do this all on my own. Come on! Werk eens even mee, man! Stop eens met kloppen! Over het algemeen, als je je hart eruit zet, ben je dood, toch? Of niet?
Nou, ga eruit! Man, ik rijd die hele gast open en zijn hart zit er nog gewoon in. Dit gaat niet goed. Holy shit, hij verliest heel veel bloed. Come on. Just poke it. Just poke the mother... come on! Werk eens even mee! Ga er eens uit, man! Stop eens met klop. Hey. Volgens mij is mijn geluk. Echt serieus, die zaag, die worden voor je echt gek van, man. Ja, hij verliest een beetje veel bloed. Ik wist dat ik hem dan een spuitje moest geven als het goed is, toch? Of? Ik ben grootste nou niet welke, maar... Ho, holy shit, die dus niet. Andere, nee, die andere, nee, die andere. Nee, niet de schade, heb ik niks aan. Nee. Bob, blijf bij me. Oké, Bob. Je gaat het redden. Kom op, man. Je kan dit. Come on. Stay with me. Yes. Oké. Patient is stable. I'm a good doctor. Over het algemeen... sorry, Bob. Dat ik het je moet melden. Maar je hart ligt eruit. Je gelooft me niet. Nou, wacht. Laat me wacht. Heel even de tijd, oké? Ja, geef me heel even de tijd, Bob. Ik zal het je laten zien. Even kijken, Bob. Laat eens los. Come on! Bob, wil je even zeggen dat je hard moet meewerken? Kom op! Waarom werkt dit niet? Kan iemand die zaag uitzetten? En iemand even zijn hart eruit pakken of zo. Sorry Bob, maar je hart zit vast. Kom op, laat het hart eens los. Nou. Zo. Wow. Dit was me nog niet opgevallen, maar volgens mij hè. Als je zo op mijn arm kijkt. Is het niet een Rorschach test? Dat is best wel cool. Het is gewoon een Rorschach test op mijn arm. Oh, sorry. We waren in operatie. Focus, Jan. Focus, Bob gaat dood. Kom op, Bob. Laat het hart eens los. Geef me dat mannenhart. Bedoemtsch. Nou. Misschien moet ik het met iets vooruit duwen of zo. Even kijken. Dit is nu officieel veranderd in... In MacGyver. Voor de mensen die niet weten wat MacGyver is, dan ben je waarschijnlijk te jong. Ja, ik ben er ook te jong voor. Maar ik heb het wel gekeken. Ja. MacGyver was awesome. MacGyver, dat was altijd zo'n gastje. Die had altijd zo'n... waren allemaal van die afleveringen, die aparte afleveringen. En dan zat hij in een hutje of zo. Ergens een hutje op de hei. En dan keek hij zo door het deurtje heen of zo. En... Dan zag hij zo'n heel leger voor zijn raam staan. En dan voelde hij even in zijn zak. En dan keek hij wat hij bij zich had. En dan bijvoorbeeld een potlood en een gummetje of zo, weet ik veel. En ik zweer het je, daar versloeg hij gewoon het leger mee op een of andere manier. Die gast kon van alles wat maken, gewoon. Was echt grappig. Come on! Improvisatiedokter. Dit is het nieuwste medische hulpmiddel. Dat is het flesje. Ja, iedere goede chirurg maakt gebruik van het flesje. Gepatenteerd, hè? Dus daar heb ik patent op aangevraagd, zojuist. Van mij. Dus als je het flesje wil gebruiken, dan krijg ik er geld van. Ja. Ja, dat vind ik wel reëel. Ik bedoel, ik red er levens mee, dus ja. Dus, beste chirurgen, mocht er een keer een hart ergens vastzitten of zo, en moet je hem een pookje geven, nou, doe het met flesje. Flesje werkt altijd. Dat is gegarandeerd. Ja. Er gaan een hoop levens mee gered worden. Er zit volgens mij een stuk bot in de weg of zo. Waarom rolt dat pokkenhart nou iedere keer terug, man? Ik wil gewoon je hart pakken. Geef mij nu je hart. Kom op. Oeh. Hij ligt een stuk beter nu, volgens mij.
Dit doet me altijd denken aan die, die grijpmachines op de kermis. Daar ben ik dan wel weer heel erg goed in. Maar dit... Op een of andere... Ja! Ja! Kijk eens, Bob. Je wou me niet geloven, hè? Maar hier is je hart. Zo, hier. Geef je hart mijn kusje zo. Daar, alsjeblieft. Ah. Juist. Volgens mij heeft hij iets op zijn hart. Nee, want hij heeft geen hart meer. Waar is dat nieuwe hart? Moet ik iets anders instoppen of zo? Zit hij hierin? Ja, kijk eens. Dat hart ziet er beter uit, Bob. Pakken we het hart zo. Wat moet ik het nu? Gewoon erin gooien of zo? Gewoon. Hallo? Moet ik ook alles weer vast gaan maken of zo? Hallo? Kom op, Bob. Doe ook eens wat werk. Werk eens mee, Bob. Dat is ook jouw hart. En nu? Hallo? Bob? Ho! Oh. Ho! Oh. We did it! Looks fine to me. I'm sure he'll live. Vast wel, zonder long. Iedereen kan leven zonder long, toch? Oh, dit spel is echt geniaal. Ik zweer het je. Dit spel is echt, echt geniaal. Ik ga het hier wel bij laten. Ja, één operatie voor vandaag is genoeg. We hebben een hoop geld mee verdiend. Wat kan ik hier allemaal doen? Kan ik hier nog leuke dingen doen of zo? Moet dit ding hierin of zo? Krijgen we dan iets leuks te zien? Wat is dit? Waarom wil dit niet? Werk eens mee! Jezus, Bob zijn hart ging er makkelijker in dan dit ding. Maar er gebeurde wel iets volgens mij. Ja! Hij zat er bijna in! Ik wil weten wat er op die videoband staat. Geheime informatie. Weet ik zeker. Area 51 en shit, weet je wel? Ja! Holy shit. Huh, lol. Medic! What the fuck? Oh, prestatie ontgrendeld. Yay! I'm going to saw through your bones! What? What the fuck is dit? Oké, dan. Dit is best wel cool. Ik wil die hongerknuppel. Wat hebben we nog meer voor spullen? Fucking hakbijl. What the fuck? Ja, maar dit is veel moeilijker, man. Dat werkt niet mee of zo. Oh, ik heb een hakbijl. Dit is van Team Fortress, toch? Of niet? Ah! Dat geluid ook echt. Dit is echt komisch. Oh, dit is echt geweldig. Er zijn echt gewoon dingen die je kan doen waardoor je dit soort dingen kan doen. Wow, dingen die je kan doen zodat je dit soort dingen kan doen. Dit is echt grappig. Weet je, ik opereer gewoon met een fucking hakbijl. Waarom niet? Kan gewoon, hè. Sorry, ik heb je lever of je maag gepookt, wat het ook is. Nooit zo goed geweest in biologie. Eigenlijk wel, maar niet in de biologie. Ah. Dit is wel een heel stuk moeilijker eigenlijk. Ze hebben hem ook niet echt netjes opengesneden of zo, weet je? Hij ligt gewoon een beetje... Oh, dit is echt komisch. Come on! Ga weg met je botten. Oké, lang er al uit. Give me your long. Oh, hier, stukje bot. Nou, ik kan er geen ding op zijn hoofd leggen volgens mij of zo. Ik kan niet verder. Wat is dit irritant? Wat hebben die patiënten met mijn hand vastgrijpen? Hier, je long is een beetje paars. Hier, eet maar. Zo, eet smakelijk. Oeh.
Wil je wat drinken? Hier. Neem wat drinken. Zo, hier. Neem wat drinken. Daar. Nee, wat drinken. Je moet drinken! What the fuck, een schroevendraaier? Maar natuurlijk. Oh man, het wordt gewoon rood voor mijn ogen. Nee! Wat is dit? Kan je daar iets mee bedienen of zo? Wat doet dit? Wat ben ik aan het bedienen, mensen? Oh. Oké. Okay. Oeh. We got a nuclear bomb. Wat gebeurt hier? Dit is gewoon lol. Dit is gewoon pure plezier. Dat ik dit nu al ontdekt heb. Ik wil die bom. Geef me die bom eens. Ja. Ik heb een bom. Wat zal er gebeuren als ik die... hierin gooi. Zo. Hier. Neem maar deze bombs. Voor jou. Speciaal. Oeps. Hou vast. Als het ding naar beneden valt. We're all screwed. Oké. Okay. We pakken gewoon een of ander random mes op. Waarom ook niet? Oké, okay, this is gonna hurt me more than you. Nah, no, just kidding. It's gonna hurt you a lot more. ik heb je hart toch nodig, man. Werk eens even mee. Wat gebeurt er als ik je in je gezicht steek zo? Weet je, we gaan hem gewoon even zo snel mogelijk proberen te vermoorden. Deze gast kan volgens mij meer hebben dan Bob. Hier, hou het vast voor me, wil je? Oh, dat niet. Wil je niet zoveel... Eigenlijk kun je die Bob beter vermoorden, volgens mij. Wat is dit? Is het hartstikke of zo? Lekker. Wat is dit voor ding? Moet dat je hart vervangen of zo? Zo, en dan moeten we hem even een beetje aanstampen zo. Dat het een beetje goed erin zit. Zo. Ik dacht dit wordt een korte aflevering, maar nee. We gaan gewoon even wat lol maken. Waarom ook niet zo? Aanstampen. Aanstampen. Hoe? Het is best lastig om deze gast te vermoorden. Zelfs als ik het wil, weet je. Oké, we hebben nog een mes. Daar kunnen we vast wat mee. Gewoon even lekker lossnijden hier aan de binnenkant. Zo. Filet de hart. Zo, oké. Nou, dit is vervelend lastig. Zo, een beetje zijn darmen fileren. Oké. Dit is echt een duistere vorm van humor, jongens. Weet je, ik laat het hier gewoon eventjes bij. We gaan de volgende keer deze gast nog wel eens serieus proberen te opereren. Oké, eet nu maar je mesje op. Zo. Beste kijkers. Terwijl we dak zwaaien. Wacht even. Screw you. Nou, terwijl we deze gast eventjes uitzwaaien zo. Doei. Zo, doei. Ga ik jullie ook eventjes uitzwaaien. Ik bedank jullie eventjes voor het kijken. Vonden jullie dit nou leuk en willen jullie dat ik dit vaker ga doen? Laat eventjes onder in de reacties achter. Laat dan ook gelijk even een like achter, zodat ik weet dat je het leuk vond. En dan heb ik niet zoveel meer te zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze best wel bijzondere aflevering voor vandaag. In plaats van Really Happy Wednesday. Als het goed is, volgende week woensdag wel gewoon weer terug. En ik hoop zondag natuurlijk ook gewoon een Sunday Funday van Michael te verwachten. Voor nu zeg ik fijne morgen, middag, avond, wanneer je dit dan ook mag kijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!